Kijk dit mes, gek. Dit is gewoon één stuk metaal. En zoiets gaan we vandaag ook proberen te maken. Wow! Jodaf, een hele goede morgen, jongens en meisjes, dames en heren. We zijn afgereisd naar Hoogeveen of Heerenveen. Waar woon jij? Hoogeveen. Jij woont in Heerenveen, we zijn in Hoogeveen en we gaan vandaag metaal bewerken. En dacht ik, wat is nou top als je metaal gaat bewerken? Marijn, ophakken. Ik heb ook Rutger mee achter de camera. Rutger heeft namelijk een mes en die ga ik even erbij pakken. En deze is gemaakt door deze metaalbewerker. En deze metaalbewerker... Ik denk dat hij het fijn vindt als je hem een smid noemt. Volgens mij is het metaalbewerker een beetje kleinerend. Oh, sorry. Smid. Ja, ik heb dus geen idee wat we vandaag gaan doen. Deze smid heeft dit mes gemaakt en dit is echt ziek. Kijk dit mes, gek. Dit is gewoon één stuk metaal. En zoiets gaan we vandaag ook proberen te maken. Zo'n mes kost 2500 euro. Dus ik hoop dat wij drie gaan maken en dat we ze meenemen en kunnen verkopen. Maar we gaan zien wat we vandaag gaan maken. Zo, en we zijn nu in het smeedhok. Hoe noemt u deze ruimte? Een smederij? Smederij. En alles gebeurt nog met de hand. Dus helemaal niks, als ik zo kijk tenminste, het is bijna allemaal nog handwerk. Wel, kijk, een luchthamer, maar dat hadden ze in 1800 ook al. Echt? Oh, van dit maak je dat mes? Ja. Oei, joh. Maar ik heb zeg maar dat ik al deze dingen, heb ik heel erg vooral vanuit films en vanuit games of zo, dat je dat heel vaak ziet. Kenbaar. Zeg maar, ja, zo'n, hoe noem je dit, een smeed iron? Aanbeeld, zo heet dat, van een Minecraft. Nee. Het vuur wordt aangezet, dan kunnen we zo meteen gaan smeden. En ik heb dus eigenlijk geen idee wat we vandaag gaan doen. We krijgen een soort van mini-cursus, een clinicje. Hebben we een idee wat we vandaag gaan doen? Nee. Nee? Zoals je kan horen, dit ding, de afzuigkap staat aan, omdat het vuur nu warm gemaakt moet worden. En dit kan 2200 graden worden, wij gaan smeden op 1300 graden. Ik weet alleen dus echt niet wat we gaan doen. Ik weet niet of hij een plan heeft voor ons wat wij gaan doen. Zoals je misschien kan horen, hij praat niet super hard. Hij komt uit Duitsland, dus hij heeft nog een beetje een Duits accent. Dus soms heel lastig te verstaan. Maar ik hoop dat ik jullie een beetje kan laten zien wat de smeden nou inhoudt. Ik denk niet dat we een mes gaan maken, want hij had nog niet dingen klaar liggen voor een mes. En hij zei net tegen mij, hij is 3 dagen bezig. 3 dagen? Ja. Gaan we geen mes maken, want we gaan hier niet 3 dagen zijn. We zijn hier 3 uur. Is er een plan voor vandaag? We gaan door iets smeden, ja. Iets smeden? Ja. Wordt het ook iets of is het gewoon echt een iets? Nee, het wordt wat. Zeker. Het wordt wat? Ja. Dat is wel de bedoeling, maar met ons weet je het nooit. Nee. Zo, hier is onze metalen buis. Stalen buis. Wat is het verschil? Staal is een metaal? Metaal is een staal. Wat is het verschil tussen metaal en staal? Is staal een metaal? Ja. Het alleen verschil tussen ijzer, ijzer en staal. Want ijzer en staal zijn anders. Ijzer is eigenlijk een materiaal wat je niet kunt haten. En staal is dan alles andere, van roestvrijstaal naar... Hey, jongens, even opgelet. Dit gaan wij maken vandaag, hè? Een haakje. Zonder draai erin. Maar ja, ik zit te denken, waar kunnen we dit voor gaan gebruiken? Nou, we gaan voor zo... je auto. Om verkeer te doen. De slot is toch kapot, dan sla je hem gewoon in de zijkant van je deur. Dan kan je hem zo erin hangen. Ah, dat is top. Maar dit ziet er nog relatief oké te doen uit, vind ik. Gewoon hier zo. Maar hoe zie je dat? Want hij ligt onder de kolen. Klopt. We gaan even voordoen wat er gebeurt als je te laat bent. Dus als je niet goed oplet, zoals wij dus vaak doen. Want volgens mij gaat hij dan zo... Wow! Ik denk dat een beetje te laat. Nee, dat ga ik maar niet doen. Dan brandt mijn schoen denk ik weg. Oké, we gaan het nog een keer proberen, maar ik moet nu opletten. Oké, nu neerleggen en gewoon slaan. Het is dus zo, het werkt als kneedgum. Hele warme kneedgum. Hele harde kneedgum. En een beetje gevaarlijke kneedgum. Maar je moet hem dus maar een soort van uitsmeren in plaats van gewoon dom lopen hameren zoals ik deed. Want dan kom je dus niet te ver. Maar we gaan dus wel een windhaak met een punt maken. Gevaarlijke windhaak. Dat we alleen dat rondje gingen maken. Maar hoe dat uitsmeren? En zo doe je dat dus wel eens. Heb ik gemaakt. Oh, dat was te lang. Dus er langs slaan. Of één keer erop en dan er langs. Ja! Ik heb nu wel een scheef puntje. Nu weer warm maken en nog een keer proberen. Nu is die goed, hè? Nou, dit stond nog best oké. Ik heb het zelf gedaan. Oké, en nu is de beurt aan Marijn. Staat ze op de hakjes? Je bent zo misplaatst hier. Ja, ik kan slaan als een malle straks, hoor.
sta hier met Rutger, sta ik te praten. En ik bedenk me nu pas dat dit natuurlijk is om je stok omheen rond te slaan. Nooit aan gedacht. Nee, ja, ik dacht altijd, waarom zit daar zo'n punt? Dat als je het tegenaan hebt, dat je het van, ah, kut, auw. Kut, hier staat een aanbeeld. Daar komt Marijn met haar stokkie. Harder! Kracht! Ik kan slaan als een malle straks, hoor. Ik kan dat hele ding kapot. Ah, slaan! Ze deed zo cool, hè? Ze deed zo cool. Ik kan zo hard timmeren. Slaan! Ja! We hebben wel gevonden welk beroep Marijn niet moet gaan doen. Alles. Alles. Hey, laten we even onze stafies vergelijken. Dit is mijn puntje geworden. Mij is oprecht best wel goed gelukt. Nou, jouw stafie is gloeiend heet. Ook nog niet zo heel erg mooi. Nee. En die voor jou, heb jij er twee? Nee, deze is denk ik voor mij. Ja, die ziet er het vaknapst uit. Maar ik vind het leuk, man. Het lukt me best goed. Ja, die van jou, dat is toch irritant. Dat jij heel veel van die dingen hebt, maar dan doe je één keer en dan lukt het gewoon. Daarom vind ik nieuwe dingen doen heel leuk. Ik heb mij er nog even wat scherper gemaakt. Dan moet je voelen met je vinger. Het is oprecht pijn. Auw, mijn grapje. Maar we gaan nu een hoek erin maken, zoals hij nu mee bezig is. Want we gaan dit maken. Ik denk dat dit deze hoek is. Dus dat we hem eerst maar in een hoek zo en dan weer rond maken. Zou ik weer beginnen? Ja, doe je ding. Ik vraag me dus af of jullie überhaupt iets verstaan met deze afzuigkap en zo naast. Want volgens mij is het helemaal kut qua audio. Sorry daarvoor. Ah, het is wel... Nee, hij is niet goed bedoel ik. Ik stop hem weer terug. Mooi. Ja, hij is hier even wat dunner geworden. Hij is ook nog een beetje warm, want hij rookt nog steeds. Dus ik durf niet aan te raken. Maar het eerste deel is er. Er zijn denk ik heel weinig mensen die een studie hiervoor doen. Ik weet eigenlijk niet eens hoe de studie heet. Je kan dit dus nog steeds worden. Het enige ding is dus niet heel veel werken. Dus als jullie allemaal even iets leuks kopen, dan kan je daarna weer dit werk doen als je leuk vindt. Marijn is ook met de hoekje bezig. Nou, dit gaat best goed. Hij vindt het goed. Hij heeft gewoon geen zin meer. Ja, nee, oké. Heb je wel even goed gedaan. Dit was die van mij. Die van mij is echt het lelijkst. Mijn hoek is wel mooier dan die van jou. Mijn is een beetje krom. Hij ja, daar. Zin. Hier. Ja. Oh, dit is heet. Hoi. Super chill dat Rutger dus lunch voor me heeft meegenomen. Lekker, Rut. Dankjewel. Fuck off. Ik had nog niks gegeten. Hé, hey, maar grappie. Dit was eigenlijk jouw ding, dat jij zo graag heen wilde. Maar het lukt je nog niet helemaal, hè? Nee, maar Rome is ook niet in één dag gebouwd. Dat is altijd het antwoord als hij niet lukt. Oké, okay, Rutger. Ah. Ja, gaat lekker, grappie. Gaat lekker. Kijk, die concentratie. Opperste concentratie. Oké, okay, we moeten nu alleen het puntje warm maken. Kijk, zoals je ziet, alleen het puntje. Leg je eromheen en dan ga je slaan. Dit gaat helemaal leuk worden bij ons, denk ik. Rutger zit ondertussen salade naar binnen te werken. Maar dit is wel mooi. Lijkt alsof je het vaker hebt gedaan. Ja, dat was niet. Ik denk dat ik water op heb. Maar dat is niet. Ja, dat is mooi. Doe jij dat eens even na? Sowieso. Ja, daar gaat Marijn. En dan? Oeh, dit is heet. Wacht even. Ja. Oké, okay, zo. Dit gaat sowieso fout. Jij gaat sowieso misslaan. Ja. Ze heeft gewoon een heel rondje erover gedaan. Hij is nu gewoon helemaal afgekoeld, puur om te kijken hoe ze moet slaan. Gaat lekker hoor, natuurtalentje. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Hij wordt al wel wat ronder. Is het goed genoeg om aangenomen te worden? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Je hebt altijd iemand nodig om op te ruimen. Oké, okay. Dan zo. Hij is... ga ik fixen. Ik liet eerst even zien hoe het niet moet, zodat ik daarna kan laten zien hoe goed ik ben dat ik dit kan fixen. Het puntje is helemaal lelijk gesmolten. Kutzooi. Ik heb het echt verkloot. Gelukkig keek hij niet mee. Het ging goed. Ik doe nog een keer. Ik heb een soort van kapitein Haakhaak gemaakt. Het komt goed. Kleine update. Mijn haak ziet er inmiddels zo uit. Mijn is echt zwaar mislukt. Kijk even het verschil in hoe lelijk mijn haak is en hoe mooi die van hun is. Ja, je begon goed, maar... Ja, ik begon echt goed. Je kan goed punten maken, maar dat is niet alles in de presentatie. Maar 1-0 voor mij, want mijn punt was beter. Oké, en nu zijn we bezig met de allerlaatste stap en dat is dus het mooie rondje maken. Hoe kan je dat zo zien? Ja, het is werk, dus prima. Maar deze achterkant moet een rondje worden. Ik heb wel zometeen een hele grote kier in mijn deur, zeg maar, hoe ver die open is. Even kijken. Hoor. Lamme klauwen. Nu weer warm en dan zo. Nee, ik heb echt niet opgelet. Ik weet niet waar ik was net. We komen er wel. Ik moet alleen wat beter leren opletten. Dat had ik op school ook altijd al last van. Dat ik dat niet luisterde, dan ging ik proberen en dan gewoon zorgen dat het niet werkt. Oké, laatste ronde, laatste kansen. We gaan dit rondje afmaken.
Oké, we zijn nog weer een tijdje verder en hij heeft een pipipakker. Dan moet je even kijken. Die van mij heeft een twister. Very nice. Nice. Achter me zijn Rutger en Marijn nog lekker bezig. Mijn is eigenlijk zo goed als af. Ik ben er blij mee. Het enige ding is, je gaat dit natuurlijk nooit gebruiken. Of ik ga dat ding tenminste nooit gebruiken. Als ik zo'n haakje wil, dan pak ik zo'n gamma haakje van 50 cent die heel niet opvalt. Maar het idee is leuk. Ik vind het wel leuk om dit te doen. Ik heb alleen mijn klauwen echt zwaar verbrand. Ja, mijn hand is een beetje vies, maar je ziet wel rood worden. Ik ga even kijken naar het eindresultaat van hun. En ik denk dat we dan up gaan rappen. Daar zijn we klaar mee. Als je dus wel ooit wat gesmeed wil hebben, Smederij Koen. Het is Duits, zoals jullie misschien wel kunnen bedenken. Hij kan eigenlijk alles maken. Als je wat wil, ja, je weet hem te vinden. Ik heb namelijk zelf geen idee wat ik zou willen, maar goed. Marijn gaat torpederen. Kijk, het gaat even zo. Gewoon het knispen. Verder draaien, even die girl power, hè? Ik denk dat dit wel goed is. Oeh, kijk, jouw is... Wat? Huh? Mooi. Dan hebben we hier mijn staaf met één wokkel erin. Dan hebben we Marijn, die heeft twee wokkels in de staaf gedaan. En Rut geeft een mini staafje, want Rut gaat hem drie keer laten branden. Kijk. Is dit deze net als ja, ja, ik wou het net zeggen. Draai dat deze niet roze is. Oké. Okay. Ik ben er blij mee. Zo, en dat was echt alles. Neem je haak mee naar huis, laat hem aan je mama zien. Was gaan heel trots. Mijn moeder geven, ja. We gaan Marijn even laten schrikken. Ze schrikt altijd heel heftig. Oh. Oh, ik stond daar. Kut, ik wilde weer filmen. Ik schrok alsnog. Jammer. Jij kwam naar buiten en je deed de deur open, maar ik kwam niet naar buiten. Denk dat? Je deed de deur, zeg maar. Oh. Hij zat op slot en jij doet dit. Dus ik denk, daar kom jij. En nog 10 minuten binnen staan. Helaas had ik jou even. Ja. Ja, en ik had jou ook niet filmen. Kut, sorry. Ik keek nog daar. Het is echt leuk hoor, je schrikt. Ik ga er vaker gebruik van maken. Fuck. In de auto stap met een 3 deurs. Helemaal kut als er een auto dichtbij staat. Hoppakee, auto starten. Waar is jouw haak dan? Laat mij die haak zien. Bro, hou ik zweer uit. Sla jou aan de haak. Oké. Okay. Ik wist dat er nog wat in zat. Ja. We hebben hem. Even haakgrappen. Welke hadden we allemaal? Ik sla je aan de haak. Kut. Kapitein haak. Ja, maar dat is niet echt een woordgrap. Ja, het was toen een woordgrap. Ja. Hou je haaks? Haak. Dat is grappig haak. Ik had hem andersom moeten zeggen. Kut. Knip. Hoe noem je grappige haak? Haak. Tweede keertje toch minder leuk. Ja. Weet je wat je met een BMW kan? No. Haakschaam. Haakschaam. Dat is driften. Oh. Oh, dat weet je niet. Nee, dat... Oké, goed in ieder geval. We zitten in de auto. We gaan lekker met ons haakje chillen. Vond je deze video leuk? Doe het nou ook. Vond je het leuk? Subscribe en dan zie ik morgen om 2 uur bij een nieuwe video waar we geen haak gaan maken. Waar we... Hou je haaks? Die hadden we al. Oh ja, kut. Zo grappig was die niet. Haak. Oké, doei. Voor jouw haak ook zo. En daar heb je 3 uur over gedaan, hoor ik.